Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vakantievlog. Het is vandaag dag... Ik weet niet welke dag het is. Het is vandaag dag 9. Dat betekent dat we gaan kajaken. We nemen niet deze camera mee, maar we nemen de GoPro mee. We nemen wel mee, maar de meeste beelden worden gemaakt natuurlijk met de GoPro. Want daar hebben we nu een hoesje voor. Nee, we hebben een nieuwe GoPro. Ja, hetzelfde. We hebben een nieuwe GoPro. Een soort van andere versie, maar er zat een hoesje bij. Dus we hadden die gekocht. Daar gaan we mee filmen met de kajakken en let's go. We lopen hier aardbom! Nu... Oh mijn god. We lopen hier nu op de brug en we moeten zo daar bij dat strandje zijn waar we vaker naartoe gaan. Alleen we gaan niet door het water, want grappig. We hebben ook gewoon allemaal nog normale kleren. Nou, ik eigenlijk als enige, maar dat maakt niet uit. En mijn zus. Maar we gaan daar beginnen met de kajaktocht en ook eindigen, dacht ik toch? Ja. Ja. En mijn vader is jarig, ze hebben allemaal gefeliciteerd in de comments. Oh. Oh, daar gaat ze. Maar deze brug hier was dus waar we... Waar toen het vuurwerk was. Maar we moeten nu nog een klein stukje lopen. En dan zijn we bij de kajakken. Nou, we krijgen ook zo'n ton. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Waar we... mee waar we onze spullen in kunnen doen. En dit is trouwens mijn nieuwe GoPro. Dus ongeveer, hij is ongeveer hetzelfde als de GoPro, maar dan gewoon een stukje goedkoper. Dat is het eigenlijk. We zijn hier nu beneden aangekomen en we gaan zo 11 kilometer omhoog met de jeeps. En dan gaan we vanaf daar 11 kilometer weer naar beneden en dan komen we weer hier uit. Dus dit is ook ons begin en eindigpunt. We zitten in de Jeep, in de Rova. Wat vind je ervan, Bob? Hallo. Hallo. Savage. Goedemorgen. Belgen. We gaan met deze naar de bovenkant van de rivier. Fijn. Jeez. We gaan over de brug. Als we omkieperen zijn we dood. Aangekomen bij de plek waar we gaan beginnen. Lijkt een beetje op waar ik vorige keer ben begonnen. Oké. Maar hier gaan we dus zo beginnen. Ik denk dat we daarheen gaan. Door bij het strumpje. We zijn nu eventjes gestopt om wat te eten en misschien een beetje te zwemmen. We zijn denk ik om 10 uur ongeveer begonnen en het is nu 12:30, dus we zijn ongeveer 2,5 uur bezig. En er zit nu een kapot groot beest op mijn broek.
the fuck? Stelt hij scherp. We zijn bijna klaar voor het land. Gasbo, kijk. Ah. Een fucking grote spreeuw. Dat was een hele grote. Hoe heet noem je dat? Krekel. Maar we moeten denk ik nog best wel lang. Helemaal niet. Wel? Een kwartier of zo. Wat? Een kwartier. De bedtijd is een 3 of 4 uur. Ja, maar dat ligt eraan. Als je de hele tijd peddelt. Maar ja, stroom gaat uit. Ja, maar dit is wel langer, want ik heb deze weg al gegaan en we zijn nog niet op de helft, denk ik. We hebben hier net een beetje gechilled en gegeten. Ik heb nog even lekker gezwommen. Maar wij gaan nu verder met de tocht. Hopelijk dat we nog langs mooie dingen komen. Misschien nog langs springrotsen. En dan gaan we er. Nou, in ieder geval, ik ga er dan nog wel van afspringen. Oh. Zo vet. Ah, hey. Zo hey. Ja, ze hebben hier de kajakken hebben hier. Oh, ik film nog allemaal broek. De kajakken hebben hier best wel lang in de zon gelegen. Dus dan zijn ze echt heel erg heet. En waarschijnlijk is dat Jack van mij is ook echt heel erg heet. We moeten trouwens zo'n raar Jack aan. Dat is echt, zit niet heel comfortabel. En we krijgen zo'n ton waar je je spullen in kan doen, zodat ze niet in het water komen. Maar in ieder geval, wij gaan nu verder. Zoals jullie zagen, dat was best wel vermoeiende en lange tocht, maar het was best leuk. We moeten nu nog even wachten op, we moeten alleen nog eventjes wachten op de rest, dan kunnen we alle spullen naar boven brengen. We zijn nu eventjes naar een restaurantje aan het lopen, die daarboven gaan we eventjes wat eten. Zie je die? Ja, die. Gaan we eten in een restaurant? Ja, we gaan eten. Want mijn vader is jou. Ik dacht, dus we gaan daarvoor even eten. Kijk, altijd als ik probeer hem te filmen, dan gaat hij altijd rare dingen zeggen. Altijd. Ik zweer dus bijna geen één keer dat hij niet iets raars zegt. Oh, waar komen die vandaan? Lekker. Dit is oprecht best wel groot. Kijk, doe eens je hand ernaast. Ik dacht dat een klein schoot was. Wow. Wow. Dit is geen illusie. Kijk. Wow. Oh mijn god. Nice. Look what's there. Ik kan rennen. Wow, kijk, cactussen. Wat is er? Ze zijn best wel dikke. Als je hierin valt, doet het best pijn. Waarin? Oh, wat koele. In die cactussen. Ah, oh, god. We waren de outro vergeten van deze video, dus die doe ik nu eventjes. Vergeet niet te liken, te abonneren.
ons te volgen op Instagram. En dan zien we jullie morgen terug bij of een nieuwe vakantievlog of een trampolinepark video. Dus tot morgen. All your life.